die echo bij 20 weken is zo belangrijk, omdat formeel tot 24 weken een echtpaar nog kan beslissen om de zwangerschap af te breken. En uiteraard is dat altijd een enorm moeilijke en emotionele beslissing. Vaak spelen andere factoren ook nog een rol. Of een kind bijvoorbeeld ook een chromosoomafwijking heeft. Het zal dus ook altijd zo zijn dat wanneer een hartafwijking bij 20 weken wordt vastgesteld, ouders een vruchtwaterpunctie aangeboden krijgen om daar verder onderzoek naar te doen.